deze. Helemaal claustrofobisch. Oké, poging 2. Nee, kijk, hij denkt, jij bent niet goed. En ze was zo blij. En Sarah de schooltas aan het inpakken. Die blijft vandaag ook over op school. En vandaag, heel leuk, gaan we de laatste dag lopen van de avondvierdaagse. En ik kan niet te hard praten, want ik denk dat Sarah me dan misschien hoort. Maar we hebben natuurlijk een hele leuke verrassing voor die meiden aan het einde van de vierdaagse vandaag. Maar dat weten ze dus echt niet, dus dat maakt het juist zo leuk. Dus daar heb ik heel veel zin in. Zo, Sarah op school. En we kwamen Mila tegen met haar vader. Dus was leuk, zijn we met z'n vieren gegaan. En Mila de steps, Sarah rennen en ze had helemaal naar zin. Het zonnetje schijnt. Ik heb het gevoel dat hij wel blijft schijnen vandaag. Dus daar hebben we perfect weer. Zo'n zin in vanmiddag, echt. Maar nu eerst naar huis. Ik wil thee. Ik wil echt heel graag thee. En een banaantje even eten. Ik heb nog pakketjes binnengekregen. Oh, even kijken wat er in welke zit. Deze heb ik besteld. Dit is een nieuwe pyjama. Ik kon wel een nieuwe pyjama gebruiken. Oh, het stofje is veel zachter dan ik dacht. Ik dacht dat het een stugge katoen was. Maar het is meer fluwelig. Dat shirt met een broekje. Wel stom dat mijn voorkeur voor waar ik in slaap echt heel erg verandert. Ik heb echt allerlei fases gehad. Van een oud t-shirt tot dit soort pyjama's tot babydolletjes. Ik vind deze wel heel mooi. En dit zit denk ik echt heel fijn. Dus de stop. En deze. Dit heeft Sarah besteld en toen dacht ik ga kijken, het is een kindermaat, of deze me ook past, want hij valt vrij groot. Maar het is een 158-164, dus het wordt echt even passen. Ik denk dat ik dat gelijk heb gedaan, maar misschien is het wel echt zwaar te kort. Maar ik vond het wel heel leuk, we houden heel erg van matchen, dus als die me past, dan hebben we samen dat jurkje en dat vind ik echt geweldig. Oké, qua lengte kan die, maar deze naad, die zit echt heel strak. Hij is niet gemaakt voor een vrouwenlichaam, terwijl meiden van die leeftijd meestal ook al een beetje een vrouwenlichaam hebben. Maar het doet gewoon echt pijn. Dus daar baal ik van, want qua lengte kan die wel. Ik vond het wel heel leuk, maar deze gaat dus terug helaas. Oh, dat was een ding. Echt mijn haar ook helemaal ervan. Ik kwam er dus niet uit. Hij zit dus, die naad zat dus zo strak, dat ik er wel in kwam, maar... helemaal claustrofobisch van die jurk. Echt. Te bizar dat. Ik zat gewoon echt vast. En ik stond met mijn armen zo. Ik kon geen kant op. Dat je echt denkt. En je wil hem ook niet kapot trekken. Maar ik had echt zoiets. Ja. Misschien moet ik dat maar doen. Want ik wil eruit. Ik zat echt gevangen in dat ding. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Maar. Het was niet fijn. Kan ik je zeggen. Dus die gaat heel snel terug. Jammer maar helaas. Wij doen dat trouwens wel vaak. Dan bijvoorbeeld Nick, die heeft dingen die van haar maat gaan, maar ook in de 176. Ja, dat was ik makkelijk, zo'n 170 ook wel. Als iets groot valt, gaat 164 ook soms nog wel. Zeker als dingen net wat langer al vallen, dan maakt het wel goed. Dan is het gewoon iets korter zonder dat het raar staat. Ik heb weer lekker brood geroosterd met ham. Heel de dag van die... klusjes allemaal gedaan in huis. Niet echt heel bijzonder. Maar ik ga die meiden nu ophalen. Maar ik baal wel. Ik heb Sarah de medaille binnengekregen. En Marcia heeft die van Jen binnengekregen. Alleen die van Mila. Mila is later ingeschreven. Die zat er nog niet bij. Dus ja, dan vind ik het een beetje sneu om die meiden het dadelijk te geven met Mila erbij. Dus we moeten even kijken hoe we dat dan gaan doen. Maar voor Sarah, die krijgt hem wel vandaag.
Ik ga ze ophalen en dan gaan we nog even naar huis en dan gaan we zo beginnen. De dames zijn thuis, die gaan even nog wat snacken maken en dan gaan we zo, laatste keer. Ja! Yeah. Yay! We zijn weer aan de wandel, hè? Ja, oké. Okay. Laatste keer, oh ja, oké. Okay. Jij bent wacht droog even. Af en toe. Wacht even, ik moet dit even eten. Oh, je moet eerst even eten. Oké, okay, zo. Oké, okay, poging 2. Wat zijn we aan het doen? Weer aan de wandel. Laatste avond, hè? In ieder geval middag. Het moet eigenlijk de middag vierdaagse zijn, want je loopt hem eigenlijk altijd in de middag. Maar goed, oh. Oh yeah, Sarah en Fayen die zijn naar alle auto's die langs rijden aan het zwaaien. Ja, die zwaaiden. Zag je net? Wat zien jullie, dames? Paarden. Ze zien allemaal paarden, dus ze vinden het helemaal geweldig. Kijk. Ja, mooi hè, zijn ze. Ze zijn beautiful. En we hebben al een aardig stuk gelopen. 40% hebben we al gedaan, dames. Hoeveel moeten we dan nog? Nog even bij de wie weet het? 1000%. Hoeveel procent? 60. Juist, goed zo. We hebben wel een natuurroute. Ga je weer gek doen? Nee. Hoe deed hij? Ja, echt hè. Hij staat naar je te kijken. Hij denkt, jij bent niet goed. 10 dagen hele gekke geitjes. Nee, dat zijn bigfooten. Oh, ja. Maar kijk die hoorns. Dat zei ik toch, dat die hier staan. Dat zal ik gisteren nog te vertellen. Ja, leuk hè? Eén heeft, die heeft allemaal hooi aan zich. Ja. Twee zelfs. Nee, ze hebben ook hoortjes aan hun hoofd. Kijk, zie je die? Ja, waarom heeft hij iemand blauw op zo? Moet ik even. Nou, dat wil ik even niet uitleggen waarom hij een blauw hoofd heeft. Ja, mijn broertje. Oh, die zag ik niet. Die was daarvoor en daarna ging je moeder ook nog even kijken. Ja, want je weet maar nooit, misschien ziet het wat anders. Ah, lopen jullie daar hand in hand? I don't know. We zijn bijna bij de finish. Ah, dit is wel echt heel cute, kijk nou. Hey, verrassing! Heb je zo lekker gewonnen? Dit is leuk, hè? Ah, ik ook, dankjewel! Ah, leuk. Die verraste gezichtjes ook, hè? Leuk, hè? Schrok je ervan? Ja! Kijk! Hoe leuk! Kijk dan! Ja, ja, kijk! En oh, kijk eens, je loopt weg. Ja, maar nog meer in zitten. Ja, want we zijn klaar. We zijn bijna klaar. Hey, kijk hoeveel we hebben gekregen. Ja, bizar hè? Ik heb mijn erbij gedaan. Voor mij, maar ik vind die... Ja, maar ik heb alles voor mij is erbij gedaan. Voor jou? Ja, die had ik gekregen. Oh. Maar ik denk, we hebben alles in één schuil gegooid. Je bent er blij mee, hè? Ja. Mag ik deze? En nu lekker stamppot. En ze wil haar eten er ook op. Ja. Hey, kanjer? Ja. Wandelkampioen? Ja. Goed gedaan. Zo leuk. Ik heb ze net op bed gelegd en ze was zo blij. En al die meiden vandaag, die gezichtjes, ze hadden het zo niet verwacht. En we hebben het ook echt goed geheim gehouden. En ze hadden natuurlijk echt het idee, ja, we krijgen alleen een medaille. En nu kregen ze natuurlijk gewoon hun eigen mini-intocht. Het was zo leuk. Dus ik heb nog zo'n tijd met Sarah zitten nakletsen. Echt helemaal geweldig. Dus ze was zo vrolijk ook toen ze naar bed ging. Het was zo mooi. Maar goed, verder. Ik ben wel echt heel moe van deze week. Want ik heb en best wel veel gedaan en die vierdaagse gelopen. En ik ben gewoon echt toe aan een echte lange vakantie. Ik ga lekker betijds, zeker van mij doen, slapen. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. Ik hoop ook dat het een beetje een hele leuke vlog is geworden. En dan zie ik je morgen. Doei doei!